Zojuist heeft de Ajax een nieuw record bereikt voor de eerste keer in de geschiedenis van deze index. Is de beurs, is de index door de 800 punten heen gegaan. Dat was vanochtend iets na half 11. Inmiddels, nu iets later, zijn we weer onder de 800 punten gekomen. En misschien tegen de tijd dat jij deze video kijkt, kan het wel weer heel anders zijn. Maar het leek me wel een goed moment om nog een keer naar de AX-index te gaan kijken. Welke 25 Nederlandse bedrijven, 25 Nederlandse aandelen zitten er op dit moment in de index? En hoe is de weging van deze aandelen? Hoe is het rendement van de beurs geweest de laatste tijd, de laatste jaren? En zeker ook in vergelijking met andere beurzen, bijvoorbeeld de Amerikaanse SP500. Dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een waar we praten over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier. Een mooie passieve manier kan zijn door te beleggen, bijvoorbeeld in een ETF of een index, zoals de ax index. Maar welke 25 bedrijven zijn er op dit moment nou in deze index aanwezig en wat is de weging daarvan? Laten we daar even gaan kijken op de website van de Euronext om wat meer informatie hierover te vinden. Want de AIX-index is namelijk onderdeel van Euronext. Euronext Amsterdam om precies te zijn. Euronext is een bedrijf dat in Europa meerdere beurzen heeft, maar dus vooral denk ik bij Nederlanders ook echt bekend vanuit de Euronext Amsterdam. De AIX is niet de enige index op de Amsterdamse uh, beurs of de Euronext Amsterdam. Je hebt namelijk de AEX-index. Je hebt ook de AMX-index, daar zitten wat middelgrote bedrijven in, en de ASCX-index. En zo zijn er nog andere indexen die eigenlijk specifiek de AIX op een andere manier volgen. Maar we gaan in deze video vooral kijken dus naar de AIX-index, want dat is degene die dus een nieuw record heeft gebroken. We zien het inmiddels, zoals ik net ook al in de intro zei, vanochtend hebben we een hoogtepunt bereikt. Uh, Mooie tekst trouwens. We hebben een record gebroken. Het was 800,34 euro. Dat was drie minuten over half elf. Inmiddels is het bijna één uur en zijn we weer onder die 800. 797,33. En tegen de tijd, als je deze video kijkt, zal het natuurlijk wel weer heel anders zijn. We zien ook dat de afgelopen 52 weken de beurs. Uh, op het dieptepunt 527 euro waard was en op dit moment dus 800 punten heeft. Dus een best wel behoorlijk verschil. Maar zoals gezegd, um, daar kunnen we natuurlijk kijken naar welke bedrijven hier aanwezig zijn. Um, dat kunnen we ten eerste hier kijken bij de top performers. Dan zie je eigenlijk uh, hoe ze het vandaag hebben gedaan. Ook wel interessant om te zien, juist op die recorddag. Je ziet dat uh, Just Eat Takeaway het juist heel erg slecht doet. Min 4% zelfs. Echt een hele grote uitschieter. Proces wat minder, omdat we nog steeds vooral te maken hebben met China. Waar best wel veel ingegrepen wordt door de overheid. Maar draaien we het om en kijken bijvoorbeeld waar het juist wel goed gaat vandaag. Dan is dat ArcelorMittal, Nationale Nederlandengroep. Of juist Royal Dutch Shell, maar ook ASML. Dat zijn grote bekende Nederlandse bedrijven. Die zo ook aan de Amsterdamse beurs genoteerd staan aan de AIX genoteerd staan. En eens in de zoveel tijd verandert dat. Er komen bedrijven bij. Er gaan op dat moment dan ook weer bedrijven uit... die dan juist naar een van die andere beurzen gaan. Dus stel jij gaat uit de AIX... dan ga je waarschijnlijk een beurs lager naar de AMX. Of mensen, of beurzen die stijgen... of aandelen die vanuit de AMX naar de AIX gaan. Dat is ook mogelijk. Dat gebeurt af en toe. Eén keer in de zoveel tijd wordt daar een herweging uh, gedaan. En als we gaan kijken naar een PDF-document... Dan zien we hier eigenlijk specifiek wat meer over de AIX-index. Dan zien we dat op dit moment 25 aandelen, dus de 25 grootste en meest actief gehandelde aandelenbedrijven uh, in de AIX zitten. We kunnen hier verder naar beneden kijken, hebben we wat meer statistieken over de, over de AIX, de bedrijven die daarin zitten. Bijvoorbeeld de gemiddelde marktwaarde van een bedrijf. De kleinste is 4,6 miljard. Het grootste is 243 miljard, dus best wel. Een groot gedeelte, een groot verschil. Ook hoe de weging is tussen deze bedrijven. De top 10 van de 25 aandelen is goed voor 77,25% van de waarde van de AX. De grootste heeft een, waard, heeft een weging van 17,7%, de kleinste van 0,57%. Dus ook daar zien we grote verschillen. Kijken we naar de performance, dan kunnen we het hier per kwartaal of per jaar zien. 2020 was niet zo heel geweldig. 3,3%. Maar dat is natuurlijk het jaar geweest. Van corona dit jaar tot nu toe bijna 17% in de plus. Negen, 2019 24% in de plus. En als we gaan kijken sinds dat het is opgericht in 1983 hebben we gemiddeld 7,5% zeg maar, rendement per jaar gemaakt met deze index. Maar scrollen we vervolgens iets naar beneden, dan hebben we nog wat meer uh, feiten. Maar ik wil vooral even naar de sectorallocatie gaan kijken, oftewel welke sectoren maken een groot gedeelte uit in deze, um, in deze, in deze index, de AX-index. Nou, semiconductors is de kleinste sector, zeg maar een heel klein gedeelte. En hier valt dan uh, BC, het aandeel BC onder. We gaan bijvoorbeeld ook banken die je vaak tegenkomt. zijn best wel wat uh, bekende Nederlandse banken. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal in de ax inzet zitten. Zijn goed voor iets meer dan 5%. Bijvoorbeeld Shell, olie en gas, bijna 10%. En Product Technology Equipment, die is de grootste met bijna 20%. Maar welke bedrijven zijn dat dan? Nou, daarvoor gaan we naar deze kijken. En dan zien we hier alle 25 aandelen staan. Met het ticker symbool. Welke sector ze zitten en de weging. Nou, uh, gaan we kijken naar de grootste? Dat is op dit moment ASML Holding. Je zou hem ook eigenlijk bij semiconductors kunnen zetten. Alleen zij maken de machines waar semiconductors van worden gemaakt. Dus ik denk om die reden dat het hier anders ge genoteerd staat. Maar zij zijn dus uh, degene met de grootste weging van 17,62% van de gehele AEX-index. Dus doet ASML het goed, dan heeft dat een behoorlijke impact op de uh, AEX-index, op de koers van de AEX. Ook een grote zien we hier onderaan. Dat is Unilever 14,76%. En ook uh, Shell natuurlijk uh, met uh, 10%, procent, iets meer dan 10%. Procent. Voorheen was dat anders. Uh, ja, zeker nu de koers van Shell hard onderuit is gegaan, de vraag naar olie is een stuk minder is. Heeft ook de weging heeft impact, um, ja, heeft minder weging gekregen in deze index. En dat terwijl juist bijvoorbeeld ASML Holding de laatste tijd heel erg populair is. We zien daar telkens ook records wat betreft omzet, wat winst. Dus dat gaat ook steeds een grotere impact krijgen in de index. Daarom is het ook zo dat een aandeel, geloof ik, in de Ajax-index, als het wordt geherindexeerd, um, een maximale weging van 15% is, heeft. Op dit moment is het dus meer, omdat natuurlijk gedurende die laatste weging. Um, ja, de koers van ASML gewoon uh, harder is gestegen, de marktwaarde groter is geworden en daarom dus uh, inmiddels boven de 17,5% uitkomt. Maar bij de volgende weging zal dit opnieuw uh, bekeken worden uh, en ook dus wederom op maximaal 15% worden gezet, zodat een aandeel op zich niet te veel impact kan hebben of juist kan gaan overheersen in een index. En kijk vooral ook zelf even verder uh, welke bedrijven we nog meer zien. We zien ArcelorMittal, die vooral met uh, ijzer en staal bezig is. Process, zoals gezegd, uh, een investeerder die vooral ook heel veel investeert in China. Ik denk dat we heel veel bedrijven stiekem toch wel van naam kennen. Sommige misschien ook wat minder. Signify, dat is eigenlijk gewoon de verlichtingsafdeling van Philips. Die is losgekomen natuurlijk. Ahold bekend van Albert Heijn. Um, Randstad als uitzendbureau, natuurlijk. En zo zien we, denk ik, toch wel heel veel bekende namen. Unibail, Rodamco, Westfield. Dat is degene met het winkelvastgoed. Bedrijven die je waarschijnlijk, of namen die je waarschijnlijk regelmatig wel ergens voorbij ziet komen. En dus op dit moment in de AIX zitten. En wil je nou zelf ook beginnen met beleggen in aandelen of misschien wel in de hele AIX-index? Nou, kijk dan eens naar de Hero. Dat is de broker die ik gebruik voor mijn aandelen. Ze hebben trouwens ook twee AIX-ETF's in hun kernselectie zitten die je onder voorwaarden zonder transactiekosten kunt kopen. En op dit moment hebben ze een actie waar je tot 50 euro transactiekosten cadeau krijgt. Dus kijk onder deze video voor een link om gratis een account te openen. Op die manier help je trouwens ook het kanaal zonder dat het jou iets kost. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar laten we dan ook even gaan kijken naar het koersverloop van de X. Hier zien we hem um, eigenlijk sinds begin 2020. Dus we kunnen misschien beter even eerst iets inzoomen. En naar dit jaar. We begonnen dit jaar hier ongeveer. Rond de 625. En inmiddels zijn we dus door de 800 heen gebroken, terwijl we er nu weer iets onder zitten. Dat zien we ook rechtsboven. Uh, dit jaar tot nu toe 27,73% rendement of hoger staan we dan het begin van het jaar. De afgelopen 52 weken staan we 46,2% hoger. Zoomen we iets verder uit en dan zet ik hem even op, uh, op de weekstand. Dus ieder ieder streepje. Staat gelijk voor een week, dan zien we eigenlijk ook meteen hier de, de crisis, de coronacrisis in 2020. Voor die tijd stonden we zo'n rond de 630, 620. Tijdens een paar weken zien we dat we flink gedaald zijn naar uiteindelijk een laagtepunt van uh, 389. Maar sinds die tijd, sinds eigenlijk de laatste anderhalf jaar. ...zijn we van 400 naar 800 gegaan. Dus we zijn verdubbeld sinds dat de coronacrisis is begonnen. En dat zien we ook als we het verder teruggaan... ...dat er best wel wat flinke schommelingen zijn. Vaak zul je ze meteen herkennen, zeker als je bezig bent met beleggen. Eind 2018 is een bekende correctie die we hebben gezien. Gaan we verder terug, dan zien we ook de koers flink verspringen. We hebben heel lang te maken gehad met een stijging... En dan komt er ook een daling, die zien we hier juist voorkomen. Dit is de financiële crisis uit 2007-2008. We zien hier in september, oktober van 2007 stonden we bijna 600. En dan in één keer uh, halverwege 2009 is dat gedaald tot onder de 200. Dus ook daar zien we wel dat het op sommige momenten flink hard onderuit gaat. 600 is trouwens niet het vorige record geweest, want als we het nog verder... Uh, teruggaan of we kunnen misschien beter uit gaan zoomen. Dan zul je zien dat we naar richting 2000 gaan. En in 2000 hebben we al een keer bijna de 700 aangetikt. Was natuurlijk tijdens de Dotcom Bubble. Heel veel um, ja, technologieaandelen zaten er toen ook in. Ook dit moment is de AX nog best wel uh, technologie. Veel technologiebedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan de ASML. Wat natuurlijk best wel een behoorlijke impact heeft. Een behoorlijke weging heeft op de index. Maar zo zie je maar als je uitzoomt. Dat de 800 en zeker sinds het dieptepunt in 2009, toen we op 200 stonden, een enorme stijging is geweest. Maar dat we ook in 2000 gewoon best wel hoog hebben gestaan met 700. En dat we sinds die tijd dus ook zeker een flinke correctie hebben gezien. En we kunnen deze index ook nog even vergelijken met bijvoorbeeld de SP 500. En dan zie je wel dat sinds het begin, uh, sinds 1994. In het begin deed de AX het beter, na de hand doet juist de SP 500 het beter. Maar zoomen we misschien in naar het laatste, laatste vijf jaar, laten we daar even kijken, dan zien we best wel dat we een flinke stijging hebben gezien in beide gevallen. Waarbij de SP 500 dus nog wel een stukje beter doet dan de AX-index. We zien hier in de laatste vijf jaar uh, doet de dingen SP plus 87%. De uh, AX plus 56 procent. Maar dit komt natuurlijk ook omdat juist in de SP 500 de bedrijven uh, Facebook, Amazon, Apple, Google, v uh, Netflix, de FANG uh, aandelen. Zij maken meer dan 25 of bijna 25 procent van die index uit. En juist het laatste jaar, dat zullen we hier ook zien, uh, zijn die ja, heel erg gestegen. Maar doet het laatste jaar de AX het index dus wel beter dan de SP 500? Zou je niet altijd denken. Vaak hoor je meer informatie over grote Amerikaanse bedrijven. Maar het hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo ver weg te zoeken. Je kunt ook dichter bij huis zoeken. En zelfs juist dus een AX-index bijvoorbeeld aan je portfolio toevoegen. Zelf heb ik dat net niet gedaan. Ik heb het er wel regelmatig over gehad. Uh, maar eigenlijk nooit doorgepakt. En het is misschien nu ook niet het juiste moment. Omdat we juist op een record staan. Maar zeker wel iets om in de gaten te houden. Je hoeft het dus zoals gezegd helemaal niet zo ver weg te zoeken. Ook in Amsterdam is een index. Uh, waar je in kunt investeren, waar best wel veel technologie-aandelen zitten. Dus best wel mogelijk om die reden interessant is om ook in te beleggen. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw reactie, naar jouw feedback, hoe jij hier tegenaan kijkt naar het record van de AX. De weging van verschillende bedrijven in de AX. Of heb je misschien zelfs. Zelf Ajax-aandelen of heb jij ze op een of andere manier eigenlijk altijd ook overgeslagen en ben je juist gaan kijken naar Amerikaanse aandelen? Laat dat dus vooral weten via de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Ben je nog geen lid van het kanaal en wil je geen video meer missen in de toekomst? Klik dan op abonneren onder deze video om ook nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.